of misschien wil je minister-president worden? Nee, ik heb liefst dat iemand wordt die het niet echt wil. Ik wil, dus niet dat ik een vurige wens heb van dat ik dat wil. Maar waarom functionele niet? Je hebt ambitie? Ja, die is niet functioneel. Ik heb geen ambitie in functies. Die heb ik op inhoud. En als iemand anders beter is in jouw partij om de kar te trekken, moet je dat vooral doen. Maar die is er toch op dit moment niet? Nou, zeker wel. Die is al premier. Ja, nee, maar ik bedoel, voor de toekomst hebben we het over, hè? Nou ja, goed. En verder moet je, weet je, als je premier wil worden, dat vind ik echt, als dat jouw zwaarste motivatie is, dan ga je waarschijnlijk onderweg dingen aanpassen aan die doelstellingen. En dat vind ik niet goed. Beetje hetzelfde als dat je beroemd wil worden, zonder reden. Ja, zou ik ook niemand aan willen raden. Ik ben niet beroemd, maar bekendheid brengt ook mindere dingen met zich mee. Dus ik denk dat dan ga je dan bijvoorbeeld je inhoud aanpassen aan wat je denkt dat wat prettig is. Of dan ga je niet eerlijk zeggen wat je vindt in een debat, omdat anders zie mensen dat anders opvatten dan je zelf had bedacht. Als je gevraagd zou worden? Als het die vraag komt gelukkig nooit. Je hebt gewoon straks allemaal lijsttrekkers en één partij wordt de grootste. Ja. Ja. En dat is nooit dat je dat met Rutte bijvoorbeeld in een 1-2'tje bespreekt. Want jullie praten veel met elkaar, jullie wandelen veel met elkaar, zagen we op Facebook. Ja, nou meestal niet één op. Dus we hebben daar een groepje en dan heb je wel over de toekomst van de partij en talentmanagement en inhoud en zo. Daar bespreken we natuurlijk alles. Het zou een beetje raar zijn als. Het zou ongezond zijn als je dat niet bespreekt. Je was wel enthousiast over die duo, toch? Die twee zo. Ja, dat was een geloof ik een Kardashian of Jenner meme. Ja, nou klink ik heel oud als ik het zo uitspreek. Ja, ja. Nee, Team Online, die zijn al veel jonger. Ja. En die zeggen dan, maar ik zei, dat klinkt arrogant als je dat zegt. Nee, more iconic duo. Maar dan zeggen ze, nee, dat is een internetgrap. Ik zei, Ja. Dat leek ook, want er kwamen allemaal duo's op. Ja, maar jij gaat echt mee met je tijd. Jij gaat onwijs mee met je TikTok. Ja, kan TikTok. Allemaal. Ja, ja. Ja. Ja, leuk toch? Ja, dat weet ik niet. Nou, ik laat even kijken. Nope. Ja. Nope. Ja. Nope. Ja. Ja, Britt vindt het heel leuk, hè? Ja, maar hij is gewoon zo lekker ongepolijst. De grootste kans is, als je een collega van hem bent, dat je een soort van robot bent. En hij is gewoon nog lekker. Ook toen met Tim Hofman en het jongetje. Ja, wel te weinig empathie, maar wel eerlijk. Best wel, ja. Dat was een heel sterk moment van hem. Ja. Ja. Daar was je ook heel blij mee, of niet, Klaas? Nee, daar was zeker niet blij mee. Ja, maar je hebt geen valse hoop gegeven, dus dat, ja, toch? Wat zeg je? Nou, beter gewoon eerlijk en hard en niet zo goed. Ja. Dat je iemand valse hoop gaat geven, omdat je denkt dat klinkt aardiger. Nee, dat klopt. Nee, maar de manier hoe. Ik had niet iets anders willen zeggen als ik het over mocht doen. Maar ik had het op een. Ik was even door mijn knieën gegaan en had even iets meer tijd genomen. En ik heb hem ook meer gezegd. Alleen dat zat niet in uitzending. Nee, maar is dat ook niet een klein beetje jouw probleem? Ik had een aantal mensen van de week ook bij BNR weer in de uitzending. Roderick Vergrieken, die is dan van het debatinstituut. En ik lees het van veel mensen die zeggen, hij heeft maar één standje. Dat is dat nonchalante, dat ondertoontje, licht cynisch. We zien nooit de echte emotie. Toen je bij College Tour zat, schreef de Volkskrant zelfs een giletje zag er vermoeid uit. Ja, best gevat. Ja, nee, maar dat was op zich heel leuk. Maar het was wel zo dat je. Ja. Je hebt vaak diezelfde uitstraling. Maar kan je ook boos worden? Kun je ook uit je dak gaan? Kun je gek worden? Of? Ja, dat kan wel, maar dat doe ik. Ik ga dat niet in één keer lopen doen omdat ik ergens lees dat ik te weinig boos word. En dat vind ik onoprecht. En ze willen altijd twee dingen van je. Je wil dat je alles en iedereen tegelijk bent en jezelf. Nou, dan ben ik liever mezelf. Ja. En dan ben ik dus niet alles en iedereen tegelijk. Nee. En ik word wel eens boos, maar ik probeer me wel. Maar met Wiebren van Hagen, ben je boos geworden toen? Ben je uit je plaat gegaan dat hij toch zijn zetel vast moet? Oh ja, dat hij hem hield. Ja. Ja, dat heeft op zich wel. Hij heeft er zo lang de tijd voor genomen dat je wel, toen het besluit eenmaal genomen was, wel alle stadia wel doorlopen had. Maar heb je hem nog gesproken daarna? Ja, maar dat doe ik rustig. En hoe gaat het dan? Nou, is dat hard en hard? Moet ik dan een beetje als een of andere ordinaire figuur een beetje los staan gaan? Of en volwassen mensen dat, in elkaar uitstellen? Dat doe je maar met carnaval. Ja, scheld ik niet mensen uit, maar dan. Nee. Ja. Je moet sowieso nog een beetje aan je taalgebruik werken. Als Splinter Chabot mag geloven, toch? Die zei dat ook over jou. Dat kan. Dat je taalgebruik nog een beetje plat en populistisch was. En dat hij daar nog aan moest werken. Volgens de voorzitter van de JOVD. Ja. Ja, populistisch is volgens mij inhoud. Ja, meestal roepen ze dat naar iemand die duidelijk praat, denk ik dan. Zo zei Hans Steeuwert, geloof ik ooit. Ja. Ja, moet ik dan hele dingen heel erg ingewikkeld gaan maken? Als ik ze simpel vind. Dus. Ja, het is eindelijk zover. Hij is er. Heeft even geduurd, maar we hebben hem hoor. De app voor meer leuke video's en het laatste voetbalnieuws. Download hem dus, de Veronica Insight app. Hij is er echt nu. Echt waar.